Welkom bij de Paddock, de Formule 1 podcast van Play Sports. Het was de laatste grote prijs voor de zomerbreak dit seizoen. En daarvoor werd er gereden op het mooiste circuit op de kalender, Spa-Francorchamps. De grote prijs van België, de eerste keer ooit dat het een sprintweekend was. En zowel op zaterdag als op zondag hebben we dezelfde winnaar gekregen. Het was de leider in het WK, Max Verstappen, die mocht winnen als halve Belg. Of mocht winnen gewoon gewonnen. Heeft natuurlijk zowel in de sprint als in de race op zondag. Zijn uh, tiende overwinning van het seizoen, zijn achtste op rij, nog eentje. En hij. Uh, Evenaart het record van Sebastian Vettel. Red Bull gewoon weer het sterkste. Uh, Sandy jongen, uh, ze kwamen, ze zagen en ze overwonnen. Opnieuw. Ja, klopt. Dat was een beetje te verwachten, denk ik. Ja, ook op basis van, van vorig jaar zagen we Max Verstappen op Spa. En het is toch een vergelijkbare wagen. Het is, hij is nog iets beter geworden. Dus in die zin heeft dat zich wel bewezen dit weekend. Uh, ik vind dat het wel nog eens gebeurt op een leuke manier. Het was toch spannend, het was, een, het was een goed weekend denk ik voor Spa en dat hadden we ook wel nodig voor onze Grand Prix. Ja, het was een leuk weekend, we hebben veel te bespreken, maar wie mag er mee komen praten over de mooiste grote prijs uh, van, het, uh, van, het land. Van, het, van het land, van de wereld eigenlijk? Ja, um, ja ik heb iemand uitgenodigd um, die misschien de Play Sports kijkers sinds kort kennen. Uh, ik denk de andere kijkers op tv misschien al wel langer, publieksopwarmer. Hij doet sinds kort de commentaar bij de Formel 2 en Formel 3 voor Play Sports. Um, en we hebben hier al eens iemand over de vroegheid met de naam bonen, maar dat is een kennis van mij, nu heb ik een vriend meegepakt. Hij <laughs> <laughs> uh, kan heel animerend uh, praten, dus ik hoop dat hij dat gaat doen, want ik heb zelf een raceweekend achter de rug en ik heb de Formule misschien van iets verder kunnen volgen. Maar hopelijk zit ik er niet bij voor spekken, bonen. Uh, dus welkom, wow. Jarno. Wauw, prachtig, merci Sam. Merci. Jarno Bone, welkom. Dank u. Uh, publieksopwarmer, uh, onder andere ook basketbalcommentator uh, ja. bij Eleven. Je geeft inderdaad commentaar, Formule 2, uh, Formule 3. Je speelt ja. mee in 30ers ja. ook, onder andere. Het, het uh, afgelopen seizoen, ja. Mijn personage is nu uh, netjes afgevoerd. Uh... En is binnenkort in veertigers. Dus. Ja, dat is veertig. Gelukkig verjaardag. Oh, wow, Dank je wel. Gaan we zo beginnen. Dat is heel goed. Dat is heel goed. Uh, is heel goed. Is mooi. mooi. Uh, je hebt ook al in, uh, een paar keer in X&O's gezeten, gezet, ja. over de NBA komen praten. Vandaag is het Formule 1. Hoe uh, heb jij het afgelopen weekend beleefd? weekend van Frank Goed. Het was een druk weekend, zoals Assam zei. Dit weekend heb ik ook de, de Formule 2 en Formule 3 gecommentarieerd. Het was dan ook nog eens een, een sprintweekend, dus er was heel veel uh, te bekijken, zeker wat die zaterdag betreft. Ja. Dan, dan de, twee, de, de twee races, de Formule 2 en Formule ja. 3. Die sprint-shootout zit daartussen. Dan de sprint zelf, dus dat was echt zo'n hele dag. Maar, uh, maar, uh, maar het was plezant, ja. ja. Het was een, uh, een interessant weekend, vond ik. Ja. Absoluut. En ook, ja, we hebben zoveel van die stratencircuits gekregen al dit, uh, dit ja. seizoen. Als je dan dit circuit ziet. Als je ziet hoe Frank Horcha daarbij ligt. Hoe die, hoe die Formule 1-wagens ja. daarover rijden. Is gewoon, dat is gewoon zo prachtig. dat is zo'n genot om te zien alleen al. Ja, dat is zeg dat je. Zeg dat zegt, want ik was daar exact aan het denken toen als ik. Want ik moet moest bekijken vanochtend uh, de beeld van de race. Van de dag van, ligt dat nu aan om mij. Omdat, omdat ik zelf piloot ben. En dat ik dat leuk vind om te zien. En Spaghu in, maar dat doet toch deugd om die wagens tot hun recht te zien komen. Uh, ik vind ook dat, ik heb zelf al nogal veel vragen gesteld bij deze generatie wagens: te, te groot, te dik, te breed uh, en te zwaar. En, en ze kunnen eigenlijk niet goed bewegen op die straatcircuits. Maar ik vind hier dat dat prachtig tot zijn recht kwam. Hier werkte dat wel en die snelheid kwam ook over. Wat je vaak niet hebt, vind ik, uh, tijdens veel races. Je hebt en Radio natuurlijk, zijn twee van de mooiste bochten van de wereld. Maar het is zoveel meer dan dat. Hè? Spa ja. is gewoon dat hoogteverschil, dat vloeiende. Dat is, dat is, het is gemaakt om op de race Terwijl je bij heel wat andere ja. circuits denkt: van, ja, het vloekt daar of het wringt daar een beetje. Hier wringt niks. Nee, dat klopt. Het is, het is, gewoon, het is ook een, een iconisch circuit. Hè. Ik bedoel, elke keer ja. als, als daar gereisd wordt, is dat gewoon: iedereen kent Spa Francorchamps. Ja, dat is tof dat dat bij ons ligt. Maar dat is, ja, ik vind dat de maximum. Ik vind het leuk ook, we hebben het er nog voor de podcast over gehad, dat het nu ook een sprintweekend was. Dat was ja. gewoon extra, extra race, extra plezier op het circuit. Ja. Oh, dat is chauvinistisch? Terecht natuurlijk, maar ik denk ook als je hoort wat, weet, wat buitenlandse rijders daarover zeggen, ja, die zeggen niet voor niets dat het zo'n plezier is om op te racen. Um, wij hebben daar allebei geen ervaring in, denk ik, om daar op Noem. te racen. Sam, hoe is dat nu echt? Hoe voelt dat om daar maximaal te gaan? Dat um, is op de limiet. Ondanks dat het een, 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 een groot circuit is, uh, het is het langste, van, het langste circuit van de kalender ook. Uh, breed genoeg, uh, er zijn run-off zones, dus het voelt ook wel veilig. Maar in elk type auto ga je daar echte snelheid opzoeken. Ik bedoel, op een trager circuit, zoals een Garo-ring bijvoorbeeld, dat voelt ook snel, maar de snelheid ligt wel lager, wel degelijk. Hè? Ondanks dat het circuit smaller is en misschien die impressie geeft van heel snel te gaan, is de snelheid lager. Dus ik denk dat racen toch in de eerste plaats om snelheid gaat. En snelheid niet op een recht stuk, maar in de bochten, dat is racen. En ik denk dat elke piloot dat apprecieert, van ook in zichzelf... Naar dat extra te, extra te gaan moeten zoeken uh, om dat aan te durven ook ergens. Hè? Ik bedoel Je pakt een risico hè? als je tegen 250 een bocht instuurt en het gaat mis, dan heb je veel plek nodig om tot stilstand te komen. Uh, en dat heb je gewoon minder bij circuits met een lagere snelheid. En ja, je kunt daar denk ik het maximale te weigeren gaan halen, maar ook uit een auto. Hè? Dat zie je nu bij die Formule 1 auto's ook, maar dat is op zich bij elke auto. Hè? Elk type wagen dat je bespaar mee rijdt, ook al zijn die trager dan Formule 1 wagens, ga je de alles kunnen gebruiken van wat erin zit. En ik denk dat dat als racepiloot een, een zalig gevoel is. En bijvoorbeeld als je Monaco ziet, bedoel de reizen misschien op 60% van wat die wagens kunnen. Dat is op zich als racepiloot geen, geen echt leuk iets. Um, ja, Spa is, is een combinatie van alles. Hè. Je hebt de natuur, het mooie ervan, het hoogteverschil is, is fantastisch. Ook ja, de, de, het gevoel dat je door je lichaam krijgt, denk ik, uh, wanneer je erdoor rijdt. En blinde bochten, het onvoorspelbare en het weer. Hè. Uh, en daar heeft dit weekend ook een gigantische rol gespeeld. Dus. Het maakt dat dit weekend weer extra interessant. Zometeen gaan we het over het sportieve hebben en ja. de gevolgen die het weer op dat vlak hebben gehad. Uh, de afgelopen jaren is er altijd veel kritiek geweest op de organisatie. Mm. Is er entertainment genoeg? Is het Formule 1 waardig? Vorig jaar hebben ze dan stappen gezet. Hè? Zijn ze daar ineens voor Verstappen. meer... Oh, dat is een eerste, oké. Okay. Uh, <laughs> is, is dat iets dat we moeten op reageren no. of laten we hem doen? Je mag ervan af. Je maakt dat, de gasten mogen dat zelf invullen. Okay. Dus als okay. je het goed vindt, moet reageren. Als je het slecht vindt, mag je nog harder reageren. Ja. Ik weinig impact, heb oh, ja. okay. okay. Mijn output blijft stabiel, uh, <laughs> ondanks de teleurstellingen <laughs> van den Dennis. <laughs> ja. okay. Hij heeft wel zo'n piek vorig jaar bereikt. Qua goede woordpopjes, dit jaar het niveau is ze nog niet helemaal. Nee? Ik nee. Ja, ben te druk bezig. Ik ben er ik nog wel in coma. Van. Hij wordt de ja. te weinig uitgedacht. Ja. Um, <laughs> We hebben alle drie natuurlijk. Ja, jij zat hier, Jarno. Ik had andere dingen te doen afgelopen weekend. Maar um, Ik heb ook gisteren en, en vandaag alles dubbel zo, zo hard ingehaald. Um, maar ik zat niet in Spa-Francorchamps. Jij was zelf gaan racen, Sam. Hebben jullie iets gehoord of gelezen van hoe het dit jaar was met het entertainment? Hebben ze die lijn van vorig jaar kunnen doortrekken? Ik, ik ben daar weinig van op de hoogte. Het enige dat, dat ik heb gezien qua entertainment is het, uh, het volkslied. Dat is het enige. Uh, maar yeah. verder, <laughs> verder uh, heb ik weinig entertainment het gezien. Volkslied, het volkslied was effectief van de orde... Ik weet niet of wie, ja, je hebt het sowieso gezien. Jarno um, Fergie van uh, The Black Eyed Peas uh, ja. heeft ooit het Amerikaanse volkslied gedaan um, tijdens het All-Star Game van de NBA. Juist. Amai. Dat was, dat was, uh, dat was nog <laughs> ja. beter dan dit, maar... Borderline slecht. Die heb je nog niet gezien, Sam? Van Fergie. Nee, zoek het op. zoek het op. Mensen die het niet gezien Fergie hebben, zoek het op. Niet gezien, nee. En zoek dan ook meteen de remix op die de Warriors daarvan gemaakt <laughs> hebben. Dus, dus, die, is, die is nog beter, eigenlijk. Maar, maar van dit volkslied: de één, een cape in de kleuren van de Belgische vlag. Ik heb nooit zo'n lange cape gezien. De bril ook. Okay. Ik had, Red ik, Flames bril. Uh, ik ik uh, weet niet wat ik moest, moest denken. Maar ik had zo op het eerste gezicht zo Elton John vibes. Ja, zo, maar wannabe. Allee, ik bedoel. Ja, van den zo Aldi. Aldi. Ja, van een Aldi. Dat is. Uh, playback show uh, Elton John ja, vibes. Maar, ondanks die een mens kon zingen, hè? Dat is het ding. Ik bedoel, goede <laughs> stem. Op zich goed uitgevoerd. Maar waarom moest de last minute langs een goedkope verkleedwinkel gaan om je kleed te krijgen? <laughs> en houden? waarom stonden daar allemaal de cheerleaders <laughs> rond die stilstonden? Ja, en, dus je zet daar een hele cirkel cheerleaders rond. Maak dan een piramide of iets. Ja, Als staan die doe gewoon iets. Uit, doe iets. They had, they had nothing to cheer for. <laughs> Zelfs zij waren in de war. Zo dan <laughs> <is deze. laughs> het mooiste is het, is het beeld van, van, van iedereen die er rond stond. En het filmpje op, op de socials van Play Sports, Van, van de Croo en Dominicali en, en alle. zo zijn gezicht was het beste. En dan de piloten. Iedereen had een uh, andere indruk van hmm, Sven, Dat ging van speciaal naar. Oh, twee, die, die van van, ga ik hierop reageren? En Alonso was de enige die echt durfde reageren. Van, wat de is niemand, echt. niemand wist gewoon wat ze moesten zeggen of denken. Ook. Iedereen stond er maar van: oké, okay, zoiets gaan wij racen, zeker. Was, was, was maar het ja. was entertainment. Ja, is dat is dus ik bedoel. Ja, ja. Heb, ja. Jij ook, heb jij het ding opgevangen, Sam? Um, ja, ook niet, niet, niet superveel. Ik zeg, het kom zelf van de raceweekend. dus het is in die zin. Uh, een beetje van op afstand gevolgd. Maar wat ik wel een beetje heb gehoord. is dat de, de animatie er rond. maar ook wat betreft eten, drinken en zo. alle zaken in het dorp rond de Formule 1 of rond dat circuit. dat dat wel oké okay is. maar misschien niet op het niveau van wat de uh, nieuwe circuits aanbieden. of andere circuits uh, op de kalender. die wel op dat niveau zitten. Het niveau is natuurlijk superhoog. Hè, dat is zo. Um, en ik denk misschien dat Spa. wel zo jaren geteerd heeft op gewoon. Het circuit zelf. Uh, en dat dat de aantrekking is. En dat is misschien, zowel, misschien iets Belgisch om dan opportunistisch, is, misschien niet tot de limiet te gaan van wat je er rond misschien nog moet brengen. Uh, maar gewoon ervan uit te gaan dat dat genoeg is. En, um, er, ik denk dat dat op vele vlakken misschien wel de rode draad is in het verhaal van Spa. Ook voor de toekomst. En of het op de kalender dan blijft. Um, ik denk dat ze meer zullen moeten doen dan gewoon teren op, op, op de geschiedenis van dat circuit. Gelukkig hebben ze vorig jaar die eerste stappen al gezet. Ja, um, hoop ja, ik ja jou... absoluut. Maar het weer heeft natuurlijk ook niet geholpen. Hè. Uh, op, naar spa gaan is fantastisch. Maar dat gaat altijd zo zijn. Hè. Ja. Dat, is dat, je niet, dat is iets Je hebt dat niet in de hand. Dat is gewoon, dus het enige dat je kunt doen is de, de dingen er rond, dat je wel in de hand hebt, zoals dat je zegt, ja. zo aangenaam mogelijk maken. Denk ik, dan ja, ook. maar ik denk, ik denk ook van, allee, je weet eigenlijk net dat het gaat regenen. Heel vaak. Dus ja, eigenlijk maar. moet we gewoon zien dat, dat dat zeker werkt: dat je daar geraakt en weggeraakt <laughs> op een propere manier. En dat je niet in de modder staat voor vier, vijf uur. Dat hebben we ook gaat, uh, twee jaar geleden gelezen. Twee jaar geleden, ja. Dus alleen, ik denk sowieso, het was, ik denk dat het een heel goed weekend was. Um, ik denk dat er ook heel veel mensen waren. Dus ik denk dat de balans is positief. Maar ik denk wel dat het niveau dat Formule 1 aan het bereiken is, qua entertainment gehaald, dan wordt het, eh, het is veel meer geworden. Hè. Het is een Amerikaanse organisatie die het runt. En dat kun je zien. Uh, er is niks mis mee, denk ik. Ik denk dat dat voor de, de kijker en de, de toeschouwer die er is, een goede een, een zaak is. Maar wij als Belgen zullen het toch wel moeten. We have to raise our game, denk hmm. ik. En het Tomorrowland gegeven nog meer uitspelen. Denk ik, het is in hetzelfde weekend als Tomorrowland. Hmm. Doe daar iets mee. Ja. Ja, er ja, is nu niks, niks echt mee gedaan, maar het ja, dat speelt waar. dat meer uit, uh, zou ik denken. Zeg wel ja. als we nu eens een uh, nephaven zouden leggen in Rusland, is dat niet. Nou, dan kunnen we wat dat kan, of dat we dat al, al, keer... al gedaan, origineler kunnen zijn. Dus nee, we hebben zeker genoeg water. Voor een echte haven. <laughs> dat is wel waar. Het is, wel waar. <laughs> dat is wel waar. eigenlijk gewoon een put. Een ja. Zetten daar een <laughs> boot in. En dan zien we hoe lang het duurt voordat hij een boot blijft. Dat is eigenlijk, daar kunnen we naar kijken. Ja. De tactiek. Uh, hebben al die supporters, al die toeschouwers uh, waar voor hun geld gekregen als het over het sportieve gaat? Dat denk ik wel. Ik vind het absoluut van wel. Ja, ja er, er, is, er is sowieso veel geweest, maar, maar uh, ja, er is ook exact... Oké, okay, los van het feit dat Verstappen altijd, altijd wegrijdt. Ik heb zo vandaag nog zo'n video gezien van de, de effectiviteit tussen Verstappen en PRS. Ja, dat, is, dat is, is pijnlijk, hè? Dat is pijnlijk inderdaad. Maar los daarvan, mensen zien wel een race. Er zijn veel pitstops geweest ook. Er, zijn, er is, er is veel, veel gebeurd het hele weekend lang. Dus dat is wel. Ja. En ik vond het ook tof dat het een, een sprintrace weekend was. Inderdaad, zoals jij net zei, ja, ja. Jarno. Ik vond het eigenlijk wel. Ik weet, er is al veel, zijn veel mensen die pro zijn en veel die tegen zijn. En Gers is zo iemand die er eigenlijk geen fan van is. Ik vond het tof. Ja, ik, ik, ik ook. En ik, ik denk dat, ik denk dat het sprintformat veel te maken heeft met het circuit waar het is. En dan met de, de weersomstandigheden. Dat, dat hielp gewoon heel hard. Die, die vroege bandenwissel die moest gebeuren. En zo. dat, dat zorgde voor verschillende strategieën tussen verschillende piloten. Ja. En dat heeft het denk ik wel spannend gemaakt. Maar, wat ik wel meer en meer apprecieer aan dat sprintformat is eigenlijk, het simuleert bijna het laatste deel van de race op zondag, waar wij eigenlijk allemaal altijd naar uitkijken. Ik denk dat twee derde soms wat saai is met bandenmanagement en piloten kunnen niet echt pushen. Maar dan zo die laatste 10, 12 ronden zien we dat vaak tot leven komen. En ik vind wel dat die sprintrace meer en meer een soort van voorbereiding daarop is, een warm-up. Ze pakken minder risico, absoluut. Maar ja, er wordt toch beter gereced, vind ik. Nu gewoon nog meer punten aanvassing, Of een groter puntenverschil tussen nummers 1, 2 ja, en 3. Ja. En dan gaat er volgens mij veel meer. Geef de eerste 15 punten en de tweede maar 5. Ja. Dan ja. is het al belangrijker. Bijvoorbeeld, hè, natuurlijk is het maar ja. een molosje. Dit voorstel. seizoen zou nu dit seizoen nee. misschien niet, <laughs> ja, is niet de... helemaal ideaal zijn. <laughs> maar, nee, want maar, ja, maar, uh... als je kijkt wat verstappen weer gedaan heeft, nog één keer winnen. Dus, en hij evenaart het record van Sebastian Vettel in 2013. Ja. 9 overwinningen op rij. Heeft nu 314 punten. Dat is al meer dan het totaal aantal punten van Sebastian Vettel in 2010 en 2012, toen hij wereldkampioen werd. Dertiende um, opeenvolgende podium voor Max Verstappen. Uh, het is maar drie keer beter gedaan. En dan nog Red Bull als team. Nu record voor het meeste aantal overwinningen op rij in één seizoen. 12 overwinningen. Uh, het, is, ja, het, is, het is indrukwekkend. Um, ja, zou die dominantie van Verstappen jou frustreren als je tegen hem op de grid staat, Sam? Um, als je in een Auto met potentieel zit wel. Um, maar wat is een wagen met potentieel op dit moment? Ja, ik bedoel, er zijn niet op het niveau van Red Bull, duidelijk. Maar, maar, um, maar ik denk dat Mercedes en dan initial Aston Martin en dan nu komt McLaren er een beetje bij, dat dat zo waar de degene zijn die dan Gefrustreerd zouden kunnen zijn. Ik denk in het geval van McLaren is dat absoluut niet het geval, want die komen van ver. En Aston Martin eigenlijk ook, dus daar is ook weinig frustratie. Dus misschien bij Mercedes is dat er wel. Kom dan uit een altijd winnende positie, is dat denk ik moeilijker om, om te accepteren dat je ergens je huiswerk minder goed hebt gemaakt uh, dan Red Bull het heeft gedaan. Um, is dat frustrerend? Goh, ik denk dat, ik denk dat, zo belachelijk, uh, dat het zo'n belachelijk groot verschil is dat de frustratie minder is. Je kunt daar dan toch niet echt iets tegen doen. Op zondag. 18e tot een seconde sneller per ronde. Ja. ja maar dat, dat, is toch, dat is echt toch niet meer normaal. Het is, het is natuurlijk het circuit waar die Red Bull waarschijnlijk het best tot zijn recht komt. Uh, maar je hoort wel in... Zeker, en heel snel op Heel veel Britse commentaren. Daarin hoor je misschien wel de beste racewagen die ooit gemaakt is. Altijd ja, heel moeilijk nee. in te schatten, want het is zo'n rijke geschiedenis. En je moet dat altijd bekijken in zijn, in zijn ja. tijdperk natuurlijk. Vergelijken met de andere wagens op dat moment. Maar het is wel echt een kanon. Absoluut, en ik denk dat het, is een, het is een andere vergelijking dan de Mercedes die we hebben gezien hè? in zijn dominante jaar. Dat was hybride tijdperk kwam en ze hadden een hele goede motor en dat speelde daar dan een heel grote rol in. Die moto op motorisch vlak denk ik dat, dat we redelijk gelijk staan ondertussen. Uh, het, is, het is natuurlijk iets waar ze al heel lang aan werken en ja, dan heeft Red Bull ergens een voordeel wanneer het gaat over aerodynamisch een auto gaan bouwen en dan is Adrian Newey het uh, ja, genie erachter. En, het is wel echt ongelooflijk hoe die een auto heeft gebouwd die overal werkt. Dat, dat is zot. Die, die, die gebruikt, ja, alleen de nadelen worden bijna een voordeel op die auto. Dat is, dat is iets dat je, hey, waarom dat, dat zoveel respect moet, moet krijgen, denk ik. Is, je ziet dat dat exact het probleem is bij alle andere teams. Sommige circuits werken, sommige niet. Ja, ja, dat Zo dat moeilijk is. is het om een auto te maken die compleet is. En ja, Red Bull is daar denk ik heel diep bij perfectie gekomen. Mm. Um, Lewis Hamilton heeft zich ook uitgesproken over de dominantie van Max Verstappen. En hij zei letterlijk: uh, Als je mij in de wagen van Sergio Perez zou zetten, het zou het heel anders lopen voor Max. <laughs> ja, <laughs> jullie das, mening? Maar ja, dat kun je, je kunt dat nooit weten. Dat is heel makkelijk om te zeggen: what if en als dit en als dat. Ja. Nu, het is wel een feit dat het is een groot verschil is tussen Max en, en, en Sergio. Dus dat is wel zo. Ja, ik stel me daar ook vragen bij, maar goed, er wordt dan zo gespeculeerd over dat ah, Daniel Ricciardo gaat misschien eh, zijn seat krijgen en dit en dat. Ja, ik weet niet of dat... dat ik denk dat Max is ook gewoon... Dat, dat tikkelt je gewoon ja. boven al de rest. En pas op, Lewis is dat ook, hè. Maar, maar het gaat closer zijn, dat da denk ik wel. Hoe zou, hoe, zou voilà, hoe zou het, het verlopen gaat closer je, zijn? Zet, zet Hamilton in die wagen van Perez. Wat voor Als... dynamiek en wat voor seizoen krijgen we dan? Ten eerste zou het heel hard afhangen van of die... De rijstijl van die auto, waar hij zich daaraan kan aanpassen. Ja. Ik denk persoonlijk van wel vanwege de kwaliteiten van louis Hamilton. Die, die kan zich aan elke wagen aanpassen. Ja, dat die, heeft, die heeft ook gewoon het intrinsieke talent van Verstappen. En die is ook wel een harde werker. Um, allee, is, is ook wel veel show, maar ik denk achter de schermen wel echt een, echt een, een winner. En, uh, en die zal gewoon blijven werken om, om het te doen het slagen, denk ik, zo'n project. Dus ik geloof er wel echt in. Of dat hij beter kan zijn dan Verstappen, die in zijn prime zit en ook het leeftijdsverschil. Dat betwijfel ik wel een beetje. Maakt het leeftijdsverschil zoveel uit denk je? In deze tijd als je je lichaam echt goed verzorgt, zoals je ziet dat zoveel topatleten nog altijd doen? Ja, ik denk dat er wel ergens een verschil is qua ja, je ogen zijn het, het belangrijkste daarin, denk ik, want die vangen alles op en, en, en al de rest volgt daaruit. En ik denk wel dat je ogen worden ouder en ik denk misschien dat de informatie een tikkeltje, een fractie trager binnenkomt. In een sport die draait om snelheid, denk ik wel dat dat invloed kan hebben. Dat is iets dat je niet echt iets tegen kunt doen. Dus puur qua skillset is Louis duidelijk hè, goed genoeg. Maar ja, ik denk toch wel dat leeftijd een klein beetje kan... En meespelen. En ja. Die dynamiek. ja maar, wat denk je daarvan? Zou dat, zou dat veel veranderen? Zou, want nu weet je, ja, Verstappen, weet, Verstappen <laughs> nee. weet dat hij per niet moet vrezen. Wow. Psychologische oorlogsvoering is er ook niet in dat team. Het is... ja, zet Hamilton daarnaast en puur mentaal gaat het al een volledig ja, ander verhaal zijn. Het is altijd een ander verhaal wanneer het onduidelijk is wie nu juist de eerste, de eerste keuze of de first driver is. En dat, dat voelde overal. En dat is met Hamilton en Rosberg ook zo geweest. Van ja, wie is nu de, de first driver? En dat, dat was, dat was ja, ja. Ja, constant clashen. Hè. Max en Ricciardo in het begin. Ja, Ricciardo was eigenlijk de first driver. Ricciardo en Vettel daarvoor. Ja, Ricciardo en Vettel, inderdaad. Ja. Dus, dus gevoeld dat dat altijd een ding is. Dus natuurlijk, als Max en Lewis in dezelfde wagen zouden zitten, dan zou dat exact hetzelfde zijn. En ik denk dat de rivaliteit tussen de twee alleen maar groter wordt. Want toen hij het zei, dacht ik meteen. Spijtig dat dat eigenlijk niet het geval is. Ja. Zou je dat willen zien? Die ja. twee samen in een team. Maar dat Ik denk dat het redelijk destructief ja. zou ja. eindigen. Ik bedoel, niet per se van het klassieke van Max en Louis kunnen niet samenwerken. Ik denk dat ze een dreamteam zouden kunnen vormen, initieel. En Red Bull nog naar een hogere hoogte kunnen sturen. Maar Ik <tie> bedoel, ze, het zijn allebei winnaars. Dus dat zijn allebei mensen die, wanneer dat ze voelen dat ze, iets, allee, dat, dat ze omringd worden door iets dat kan winnen willen zij de persoon zijn die daartoe, logisch. En zouden ze niet zo succesvol zijn. Dus dat zou ook fout zijn als, als een van de twee zich zou zittelen voor, voor tweede piloot. En ja, nie, je kunt niet met twee winnen. Hè? Dan nee. kan je maar één iemand winnen. Hè? Maar los daarvan, er is ook gewoon te veel gebeurd tussen die twee, denk ik, in de afgelopen paar jaar om ooit ja, een zonder teammates te zijn. Ik, ik, ik geloof was... zo wel ergens in het respect dat eruit voortkomt. Maar ook. Twee teammates die allebei denken, wil ze wereldkampioen kunnen worden en het ook effectief kunnen worden. Ik denk dat er geen gezonde relatie kan bestaan. Dan. Nee. Dat is nee, onmogelijk. Je, je moet ergens dan psychologisch een stuk gaan spelen. Je moet elkaar een stuk gaan buitensluiten wat betreft informatie sharing. Ah, ja. Dus inderdaad, ik denk dat destructief zou eindigen. Het zou echt een half seizoen interessant zijn: Van wow, zitten iedereen op een ronde bijvoorbeeld. Maar dan, ja, hier hm. moet iemand winnen. Het zou wel cool zijn. Destructiviteit kan ook interessant zijn. Mooi. Het is drama voor de sport. Dan gaan we op het tegeltje zitten. <laughs> nog eens, wel zoveel tegeltjes. Dat hangt al in mijn badkamer <laughs> volgens mij. <laughs> Kipa, zullen, we, zullen we het weekend is chronologisch overlopen misschien? Ja. <coughs> voor een keer. Uh, vrijdag. Geen evidente omstandigheden. Hebben we gezien. Sam, je had net gezegd hoe het is om op spat te rijden. Hoe is het om in zo'n omstandigheden op spat te rijden? Want dat is nog anders. Ja, absoluut. En zeker met auto's met, met veel downforce, waardoor dat ja, alle... De regen die op de baan ligt omhoog wordt gegooid. Er um, is dus heel veel spray, dus dat is denk ik een van de, van de moeilijkste dingen. Natuurlijk, hoge snelheid betekent weinig foutenmarge als het droog is, natuurlijk al, maar als het regent, schuift er nog meer letterlijk, dus dan is dat nog meer tricky. Um, maar het is wel een circuit dat door de lange bochten fijn is om in de regen te rijden. Lange bochten betekent dat je hebt eigenlijk tijd om de grip op te bouwen in die band doorheen de bocht, de temperatuur stijgt. Die band werkt beter en dat geeft u wel veel vertrouwen. Dus Spy is wel zo'n circuit waar je hard durft gaan in de regen en ik vond dat dat ook heel zichtbaar was met, allee, tijdens de vrijtraining, tijdens de quali, elke dat regende, met hoeveel vertrouwen dat ze dat deden en ook door Radio en zo die snelheden waren hallucinant eigenlijk. Um, ja, regen is iets delicaats, maar ik vond vond het impressive. Allee, ik vond ook een showcasing bijna dit weekend voor dat zijn de beste piloten ter wereld. Vond wel dat je dat voelde. Van, allee, er zijn weinig fouten gebeurd. Nee, en wat we dan zagen, het is opnieuw interessant, hoe belangrijk die timing dan is. Hè? Als het regent, of als, als je ja. weet, de afwisseling tussen regen en droog weer. Zo cruciaal om op het juiste ja. moment over die lijn te rijden. Ja, het grootste voorbeeld staat in de Formule 2, als ik daar even naar, naar mag Tuurlijk. refereren, omdat uh, de prima's. Uh, uh, die, 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 Want het was aan het regenen. Of nee, het ging beginnen regenen zo ja. En er was heel veel twijfel: van, ja, okay, starten we deze op, op, op uh, natweerbanden? Of, of, of doen we dat toch niet? En uh, twee zoals hebben gezegd: fuck it, we pakken slicks en we zijn nu naar buiten. En die waren buiten. En dat zijn de enige twee die een deftig grondje hebben neergezet. Maar in sector 3 begon het dan wat te regenen. En de front row look-up en de rest, dat echt ging prima. Maar Echt, dat ging. Dat ging ja. um, en de rest. En de rest... Rustig, Dennis, rustig, rustig, rustig. En de, de rest staat echt maar meerdere seconden daarachter. Dus was, dat was, en ineens begon dat daar te gieten. En dan weet je, het is gedaan. En de enigen die een deftig rondje hebben gedaan. zijn. Uh, zeg het? En wie? De Prima's. Ja, de ja, praten, maar, oh, sorry, dat ja, okay. ik dacht dat je mij zo gedismist uh, uh, dan, dan hebt. Maar dat maakt het ook nu in de, in de Formule 1 weer interessant. Als je ja. dan kijkt. Uh, Max Verstappen bijvoorbeeld. Dat geloof 2 hij overleeft daar net, maar net die tweede kwalificatiesessie. En als, als ze achter hem die foutjes niet maken, ja, dan ligt hij er gewoon uit. Ja, je moet even gezien, beeld strategisch gezien. Inderdaad, zoals je zei, Dennis, de timing daarvan is super belangrijk. Dus je rijdt naar buiten en eigenlijk, je punt dat je naar buiten rijdt. En de berekening van hoeveel ronde dat je gaat doen, moet dan maken dat je als laatste over de meet kunt om nog de laatste ronde te doen op, op de, op de drogende baan. He? Dus dat is wel een, een zot moeilijk gegeven voor ingenieurs. En dat is dus wel een stuk geluk dat erbij moet komen. Zeker in de hedendaagse Formule 1, waar we altijd veel rijden zien voor de laatste bocht. Dus je weet ergens ook niet van hoeveel tijd kun je misschien verliezen voordat je uw ronde begint. Dus het is een stuk timing, een stuk geluk, een stuk piloot die ook initiatief moet pakken. Dat zou je op een garo ring dan van mensen in te halen als er van dat veel rijden is. <laughs> um, maar het is wel een gevoel om nog even een gevoel ervan mee te geven: dat is een van de leukste dingen die er zijn. Op een slik, op een baan die opdroogt, de limiet gaan zoeken. Want je weet als piloot van het wordt altijd sneller. En de, de risk-reward is nogal groot. Als je veel durft, kun je ook echt de reward krijgen van ja. er ver boven te staan. Um, en ja, ook dat heeft bijgedragen, denk ik, tot het succesvol weekend van Spa. Uh, dat, dat de mensen daarvan hebben mogen genieten. Dat zorgt wel voor een interessant momentje tussen, tussen Verstappen en zijn ingenieur. Natuurlijk, <laughs> ja. Verstappen die niet blij was. Uh, de ingenieur die zegt van, ja, oké, okay, je, hebt, je hebt Q3 toch nog gehaald, dus er is geen probleem. Ja, maar als Tinder... Dan... Aan vak en het was met heel wat, heel wat vloeken. Bij. Is het terecht dat hij zo reageerde? Maar Verstappen, dat zie je altijd. Hè. Dat is, dat is zo'n comp competitiebeest. Die wint. Allee, ik snap dat ergens ook wel. Je wint elke race met twee vingers in de neus. Je wilt het voor jezelf op een of andere manier ook interessant houden. Dus als je dan ineens voelt: van fuck, ben je maar tiende? Ja, dan baal je wel. Je Zeker weet, met zo'n wagen. Je weet dat je dat de snelste dat, wagen hebt. Je weet dat je ook de snelste rijder van, van dit moment bent. Ja. Dan wilde niet als tiende door in naar, naar, naar Q3. En dan, of, ja, dat snap ik dan wel of zo. Dus, dus ik vind dat niet raar dat hij op zo'n moment ook even kwaad is en zegt: van. Hm. En, uh, Stefan Lammers heeft een interview gehad met, uh, met Max Verstappen. Dat is zeer uitzonderlijk. Dat is mooi geregeld van, uh, van zeer Stefan. Zeer goed interview ja. vond ik. Daar maar ja. er het, ook over ik die perfectie. Heb het gezien. Heel goede vraag. Ja, maar er ging het ook over die perfectie, ja. inderdaad, waar hij zo naar streeft. En ik denk dat die reactie naar, uh, naar zijn team ook daar wat mee te maken heeft. Hij is er dan door, maar ja, dat is niet dicht genoeg bij wat het perfecte kan zijn, of wat hij denkt te kunnen halen. Exact. En hoe beter dat je presteert, op een hoger niveau dat je zit als team en rijdt samen. Uh, ja, hoe groter dat die afwijking dan ook is, als je dan daar niet ziet. En dat, vind ik, dat is denk ik het hele punt van Max Verstappen. Het gaat niet over, oh, ik kan er iets niet tegen dat ik tweede ben in, een, in Q2. Ik bedoel, wat maakt dat uit? Eh? Maar hij was tiende. Dat is en niet het goed scheelde genoeg. niet veel dat als is het was goed spraal, genoeg. Ja. ja, en het is niet omdat je elke keer wint, dat je plots iets niet mocht presteren. Maar dat is natuurlijk heel gemakkelijk. Je wint altijd en als het dan iets niet goed gaat, dan kun je Op. zeggen, maar we winnen toch de rest? Ja, ja. Oeh, maar wacht, laten we even afzonderlijk deze situatie bekijken. We hebben het daar niet goed gedaan. Dat is de realiteit, dat is een effect. En dat vind ik wel. Alleen, we bewieren ook hem vaak, maar het moet ook wel. Want dat vind ik wel, echt extreem interessant om zijn persoonlijkheid, van hij is er direct bij om eigenlijk hun kort te houden en te zeggen, jongens, ik bedoel. Sorry, maar deze was gewoon niet goed. Genoeg. Ik vond de reactie van Ambiassie anders ook wel opvallend. En, Die vond ik ook sterk. En ja. gewoon, Zeg jij dan maar wat je, je wil: <laughs> uh, banden, brandstof, tactisch plan. plan dat was ja. een beetje ook van. Gast, ik heb het gehad eigenlijk ja, ja. met uw, uw kritiek. Bepaal maar maar jij alles dan maar. Heel het weekend ook zo. Hè? En de race ook. Dat vond ik nog de beste, <laughs> beste radio-message van al. Is dat, um, dat, ja. dat de, discussie, of de discussie dat hem aangaf, dat zijn, uh, zijn engineer aangaf? Van zeg maar: uh, je banden doe do een beetje rustig, je moet niet zo pushen. Je ligt meer dan, dan voldoende seconden om en dat zijn reactie was van, zeg maar anders push ik nog wat meer en dan doen we nog een extra pitstop een little bit of pitstop training, zei hij echt dat, dat je denkt van, hoe? het is, het is, het is een grappige relatie ja. en pas op, een heel effectieve relatie ik denk dat, dat, dat is dat een vriendschap, denken jullie? wij kunnen dat moeilijk beoordelen natuurlijk, en ze werken al jaren samen maar is dat een vriendschap? ik denk wel, tot op een bepaalde hoogte is dat wel een vriendschap je moet heel nauw samenwerken. Ja, ook, hè? Dus je moet elkaar dan... wel echt ja. vertrouwen. Ik kan ja. leuk vinden, eigenlijk. Dus dan kunnen de vrienden zijn, denk ik, dan, dan zijn de elementen daar. En ze hebben natuurlijk dezelfde mindset van te winnen. Dat is ook waarom dat ze allebei zo communiceren. Hè? Ik denk dat er niemand binnen de Red Bull Organisatie is die zo met Max kan praten als, als uh, Horner? Nee, nee. Horner ik denk zelfs niet. Ik denk niet dat Horner de impact heeft uh, van zijn. Uh, hetzelfde als een reesje dat toe. Daar is dat respect anders. Um, ja. En ik denk ook dat Horner daarom hun de vrijheid geeft om dat te doen. Dat lijkt zo soms misschien, zo wat, dit weekend zeker, zo misschien on the edge van... Dat is ook gewoon heel Hollands. Hè? Is het grappig? Ja. Is, het, is, het, is, het, is het te grof? Is het, is het professioneel genoeg? Maar wat je ook denkt, het werkt. Ja. Ja. Ik ben, ik ben ook, mijn moeder is een Nederlandse, dus ik heb een volledige Nederlandse kant van de familie. En dat is ook gewoon dank dat hoe we effectief met elkaar communiceren dat is zo in your face en dat gevoel had ik daar ook een beetje bij en ik vond het eigenlijk wel mooi op het einde hij verontschuldigt zich dan voor zijn rant en Lambiasi die gewoon zegt ben het stilletjes aan gewoon aan het worden can't can't <laughs> ook gewoon die gast ik vind dat wel heel tof alleen één, gewoon aangename stem om te luisteren het is iets anders dan de ferrari communicatie <laughs> in het half Italiaans waar je echt ontstort uh, maar, maar uh, aangename stem en gewoon zo heel atemig gewoon Heel juist, ja. uh, Grappige mens, altijd de point uh, aangeraakt, maar wat grappig is, vind ik, en daarom vind ik dat hij relaas langs twee kanten werkt, met dat Q2-gegeven houdt hij het team kort, maar tijdens race houdt zijn race-engineer hem kort. Want dan is eigenlijk Max een beetje ermee aan het spelen, wat ook niet juist is. Het is niet omdat je ver voor ligt dat je moet beginnen grappen en grollen over pitstop-practice. Is dat grappig? Ja. Is dat professioneel? Op dat moment? Nee. Ja, want Verstappen Alleen, krijgt de boodschap dus dat meerdere bullshit. keren, hou je hoofd erbij. Ja. Snap je? Wij, wij geven de instructies en dan krijg je eerst uh, welke instructie kreeg Peres. En dan van nee, doet er niet toe. Wij zeggen dit, volg gewoon wat wij opleggen. Ja, ja. ja. Ik, 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 moest er wel, ik moest er wel mee lachen of zo. Want dat is opnieuw hetzelfde punt. Ik snap u wel, eens, hè. Is dat professioneel? Niet echt misschien. Maar als je zo ver voorlegt voor de zoveelste keer. Dan... Ja, want dat is juist het ding. Dat creëert de ruimte om dat te doen. De ruimte is ja. er. Net zoals de ruimte er is om iets niet te presteren in Q2. Maar het gaat hier over. Altijd het maximum te halen uit de situatie. Mm -hmm. wanneer je in de beste positie zit om dat te doen. En daar haalde Max dat aan in Q2 en, en, en Lambiati zei altijd aan in de race. Daar heeft hij met de ja. Stefan ook over gehad in zijn interview. Hè. Het ging dan over ja, die risico's nemen. Hij zei van, ja, als ik dat voorstel of doe, dan voelt het voor mij niet als een risico aan. Ja. Ja. Dat vond ik heel interessant om te horen. Van, okay, die heeft daar zoveel vertrouwen in. Um, wie ook wel vertrouwen mocht hebben, trouwens, uh, na vrijdag, Ferrari. Charles Leclerc, de heropstanding. We zijn vorige week. Echt? hebben we ze nog afgebrand hier. Perfect. En dan hebben ze nu eigenlijk een, ja, een goede vrijdag. En best gewoon een, een aardig weekend in totaal. Ja, ja, ja ik, hoop, ik hoop echt wel dat Ferrari na de summer break wat meer competitiviteit toont. Ja. En dit nu in Spaan was een, was een goed. Een goed teken of zo, ja. maar het is nog niks waar dat ik mij op durf vast binnen. Want... we hebben het al een paar keer gezien, hè, dat ze ja. even iets laten zien, en de week erna is het weer helemaal weg. Ja. Array, ja, ja, het is circuitgevoelig. Ja, Het een beetje circuitgevoelig, denk ik. En, maar, maar ik denk, pas op, het kan wel echt zijn dat er verbetering is. En dat we, dat hoop, ik denk dat iedereen hoopt dat Ferrari het beter doet. Um, ik denk dat het snelle Spa hun helpt met de wagen die ze hebben. Ik denk dat ze een stukje ook, en dat hebben we in de race ook gezien, uh, hun bandenprobleem hebben opgelost, niet helemaal denk ik, maar he, ze verbruikten heel veel banden en dat was eigenlijk altijd het probleem dat Mercedes niet had, he, heel zacht voor de banden is. Um, als ze dat kunnen meenemen naar een andere circuit, naar kortere circuit, waar er bijna nog meer energie in een band gaat, dan zou het wel echt een verbetering kunnen zijn. Maar zoals gezegd, ik moet het ook nog zien in een andere circuit. Dat is de beste referentie. Spa is dan ja, misschien niet helemaal juist. Maar. Daarom is het moeilijk om hier nu echt over te oordelen. Yeah. want we kunnen yeah. zeggen, Dit weekend van, van Ferrari was goed, bij het moment, want Leclerc pakt dan de pole, omdat Max Verstappen een uh, nieuwe yeah. gearbox had en vijf plaatsen achteruit, achteruit moest. Maar ja, het is moeilijk om, om er echt nu al een, een, een ja, waardeoordeel over te kunnen vellen. Ik denk dat we dat nu nog niet kunnen. Gewoon. We hebben al veel races gezien en er is... Zo goed als geen consistentie geweest bij, nee. bij Ferrari. Dus, dus het is niet omdat we dan nu weer even een piek hebben dat we nu moeten zeggen: Ah, oh, ze zijn terug. Ja, we hebben nu de summer break, er gaat veel, veel gebeuren misschien. Ze gaan er hard mee bezig zijn en, en, en we kunnen alleen maar hopen als ze terugkomen naar Zandvoort. Dat, dat, uh, dat, ik denk dat we dan wat meer gaan zien: van oké. Okay, het gaat toch die goede richting uit, of... of uh... Het vertrouwen in Ferrari is ook een beetje te laag, hè? om dat te durven zeggen. My... Ja. dat speelt ook een rol. Kijk door. naar hoe wij erop reageren. Hè? Heel afwachtend. Hè? Um, dat zouden we vroeger nooit gedaan hebben. Hè? Ik bedoel, vroeger zouden we gezien hebben, ze zijn terug. Terwijl bij Mercedes zouden we het wel zeggen: ja, oké, okay. ze hebben het gevonden. Op, we ja, maar we geloven dat... in de organisatie. Hè? Ja, exact. Ja, en Mercedes is consist consistent gewoon. Hè. Dat's, dat's, so, ook al presteren ze niet goed, die halen altijd het maximum uit, uit de situatie. En dat, dat voelde keert. Mercedes is altijd een goed raceteam, maar niet altijd met een goede race ja. ja. um, Alpine, die hadden geen goede vrijdag. En dan komt daar ook het nieuws: dat uh, Otmar uh, Safnauer en uh, Alain Perman dat die daar vertrekken. Ja. Nu meteen, na de grote prijs van België vertrekken ze daar. We hadden het er vorige week over, Sam, dat het daar ook niet goed leek te zitten. Ja, Dit is de bevestiging dat het daar gewoon echt niet goed zit. Als die twee vertrekken, dan weet je: oké, okay, Paleisrevolutie. Mm. Ja, er is gewoon een. een, een um, allee, moet ik het zeggen, intern gezien, of, of allee, zelfs achter de schermen, is er geen. Uh, ze zijn het eigenlijk niet eens over de strategie van dat team. Uh, en op welk, in welke timeframe het dat, dat moet gebeuren. Stafnauw heeft daar gezegd van we kregen 100 races om het succesvol te maken om te winnen. We hebben er 30 uh, gehad. Dus goed, het geeft ons nog een aantal jaar. Alle succesvolle teams hebben een aantal jaar nodig gehad. Kijk naar nou dat, kijk naar nou dat, kijk naar nou dat. daar heeft ergens wat kwaad bloed gezet bij, bij, bij Renault, die erachter zitten natuurlijk. En van, okay, ja, ik bedoel, Misschien is dat zo, maar moeten we moeten dat één zo uitspreken. Want allee, ja, die hebben ook investeerders en die hebben ook volgers enzovoort. Ik bedoel, dat, dat spreekt niet echt van veel vertrouwen. Maar het was wel een realistische analyse, denk ik. Allee, een juiste. Maar daar is oneenigheid over. En um, ja, in die zin zijn ze twee heel goede mensen, denk ik, kwijt. En vrees ik niet dat ze dat zomaar kunnen invullen met andere mensen die dan wel dat kunnen waarmaken voor hun. Ik denk dat, uh, dat Renault een stuk. Het raceteam gebruikt om, om alpine het commerciële automerk terug te reviven, hè? want dat is de bedoeling. En als dat niet lukt, dan hebben ze ook niks aan dat team. Snapt, Het is bijna een marketingvehikel geworden, waardoor je een beetje twijfelt over de intrinsieke motivatie om daar een goed raceteam van te maken. En kunnen dan in topsport presteren? Snap je? je? moet het echt willen. Je moet dat echt willen en je moet er het geld willen in willen steken. En ja... We hebben het er al vaak over gehad en de laatste keren meer en meer over. Van, wat zit daar achter Is daar genoeg aanwezig om het te doen slagen? En ik denk dat het heel wankel is. Het blijft nogmaals we vorige week ook gezegd: wijs, piastri heeft de goede keuze gemaakt. Ja, maar ja. dat is toch wel de indruk die je meer zot, en meer... He? Hoe meer het seizoen <laughs> evolueert, hoe meer, je, hey, zot, he? ja. hoe meer je echt nu inziet: van, oe, onze eerste indruk van die beslissing vorig jaar. Die was misschien toch verkeerd. Ja. Het uh, is verstandig wat hij gedaan heeft. Ja, kijk wat dat hem nu allemaal doet, plots. Allee, ik ben heel blij dat McLaren, want ik ben een McLaren-fan sinds, sinds mijn eerste races. Ik ben blij om te zien dat McLaren eindelijk terug een beetje, ja. een beetje niveau aan het maken is en podiums pakt. En, en dan een rookie als Piastri, dan ook echt presteert en... en Mee daarin, daarin kan groeien. Dat is heel fijn om te zien. Als ja, je dan zaterdag gaat, hè. die sprint shootout eerst, opnieuw heel interessante omstandigheden. Ja, daarin doet Piastri het opnieuw fantastisch en bewijst hij opnieuw wat voor een. Ja, we wisten allemaal dat het een toptalent was. Je zien, Formule ja. 3, Formule 2, wisten we allemaal. Hè, als je twee jaar op rij kampioen wordt en dan een jaar in de wachtkamer zit en dan het nu goed doet, ja, op elfduizendste van Verstappen, dat net slot, die pole missen. Ja, en zijn reactie vond ik ook goed. En zo, ja. dat is, allee, normaal zegt ja, ja, voilà. Piastri: Je bent P2 en dan is dat zo, yes, fuck yes. En nu was het echt zo van: Je zei P2. En ik zal het u ja, maar zeggen. Maar dat is echt zo precies: zo van, oe, toch, Wat komt er nu? En dan zo: Ja, je bent elfduizendste achter verstappen. En het enige dat je hoorde, is gevloekt. Dat is, maar is dat ook dat niet zo het mooie aan sporten en aan sporters. En je verwachting ligt eigenlijk initieel lager, totdat je er heel snel bij komt en dan is het niet goed En genoeg. dan, ah ja, voilà. je? Je past zo snel je doelen aan in maar, sport. Alleen je denk dat goede sporters dat ook doen, dat dat ook nodig dat is. Dat is een belangrijke nuance. Ja. Goeie. Ja, nee. Ja, ja. Dat is zo, hè, want ik denk dat, zoals je zegt, misschien niet complete sporters daar dan wel zo gelukkig genoeg mee zijn. Maar de echte goeie, zijn, die zijn niet gelukkig. Die, die denken net dat is, is Ik zie Lance Stroll niet zo meter. reageren. Dat betekent niet dat Lens geen goede piloot is. Maar ik schat Piastri wel in als een potentiële ja, wereldkampioen. Ik ook, en bij Stroll ja. denk je dat bijvoorbeeld niet. Nee. nee. Zo, zo, dat is niet dan, om hem weer die eruit te pikken. Nee, nee maar dat is, dat is op zich het meest. Allee, een juist voorbeeld om, om, om het verschil tussen die twee aan te duiden. Je hebt toch een helemaal ander gevoel bij, bij Piastri. En ja, Het is gewoon enkel over het gevoel dat we ervoor hadden. Want we hadden vanaf het begin allemaal zo van. Hey, we geven hem tijd en niemand was echt zo hard voor zijn prestaties. En kijk, dat betaalt zich nu uit. Ik bedoel, eigenlijk rijdt hem, uh, rijdt hem Norris naar huis dit weekend. Maar, ja. En met veel verschillen op een circuit dat een driver circuit is. Hey, ik vind dat, dat is bijna zorgwekkend voor Lando Norris. Ja, beide ongeveer even oud ook. Hè. Maar dat komt opnieuw een beetje aan het, aan het punt dat we daarnet aangehaald hebben. Van ja, de echte, de echte toppers. Die zijn zo, zo perfectionistisch en die, mm. ja, het zou stom zijn als je op zo dicht bij Verstappen landt en dan niet een beetje jammer vindt dat je toch niet ergens die 11 die milliseconden hebt gevonden. Want ja, wat, wat verschil is dat dan? Hè? Ja, dat is toch het verschil tussen een beetje glorie of, of alle glorie. Ah, ja, en je wilt alle glorie. Oh. je bedoelt dat is de grootste voldoening die je ja. hebt als sporter. Hij heeft een hele mooie quote gegeven achteraf, Oscar Piastri, vond ik, it's amazing to be disappointed. <laughs> ja. maar dat, dat, vond dat, eigenlijk, dat, dat is heel dat mooi vond gezegd heel wel. mooi samen wel. Ja, wel. ja. Clever guy, hè? Zeg, Absoluut. Maar, even over Alpine, want in de sprintrace, ja. Gasly was wel, was wel derde in de sprint. Dus Alpine over het algemeen presteert niet, maar ineens staat Gasly daar dan wel op dat podium en neemt een, een kei goede race. Gaat. Dus dat is zo... Heel ja. contradictorisch. Ja, ja. Goed weekend, op zich goede auto, dat hebben we ook in het begin van het seizoen gezegd. Slechte executie meestal. Ja. Ja. Uh, wat ook niet goed uitgevoerd was, was uh, Q1 van Haas. Ja. Dat vond ik van een zaterdag, een van de meest opvallende dingen. Want ook daar, de omstandigheden waren heel tricky. En je moest goed inschatten wanneer je naar buiten ging gaan. En Hulkenberg heeft gewoon geen tijd neergezet. Magnussen heeft één kans gekregen om een tijd neer te zetten. Was dan 18e, 17e? Ja, helemaal op het einde van de sessie. Ja, dat is waarschijnlijk puur, puur speculeren op, ja, op die baan, dat die zo, zo goed mogelijk en zo droog mogelijk is. Maar moet je niet al vroeger iets gaan doen? Ja, maar. Als we terugkijken naar de paar grote successen die ze hebben gehad, die waren bijna altijd uh, door een gok te doen, experimenteel iets te doen dat de andere ideeën. En dat heeft zich een aantal keer dat heeft gereward, een aantal keer. Ja, de fout is dan, denk ik, om te proberen dat uit te lokken. Dat ja. kun je niet gaan doen. Samtouw je kunt niet zeggen oh, het zal hier, hier misschien droog worden, misschien niet, misschien blijft het net. Dat is onze moment dan gaan wij een verschil maken. Dus we gaan een totaal alternatieve strategie doen als de rest, want dat heeft ons altijd veel gebracht. Ja, ik denk niet dat dat de juiste analyse is. Ik denk dat als de rest het doet, dat jij normaal gezien fout zou moeten doen. Zeker in de Formule 1. Ja, ja, dat snap ik. Ik vind Haas ook zo... Ik kan dat team niet plaatsen. Mm. Die, 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 die hebben zo flitsen dat je zegt van... Wow, waar staan die nu ineens in Q3? Uh, en, dan, en dan ineens zo'n andere momenten dat die nergens te bespeuren zijn, ja. dat ik soms echt... Ik, ik, kan dat niet, ik, kan, ik kan dat niet vatten. Dat is weer circuitgebonden, maar, maar, maar... Ik snap wel Dat, wat dat, dat verschil of dat contrast is dan vaak zo groot, dat je denkt van... Allez. Ja, je, je hebt zo ergens geen notie van... Hebben die nu performance of niet? Ja. Ja. Soms is dus het ergens waar dat je denkt, ja, oké, okay, blijkbaar wel. Maar op andere momenten zijn ze zo ver weg, dat je denkt, oké, ja, blijkbaar niet. Ja. Dus is dat weer een, een, een stuk... Uh, hoe moet ik het zeggen? Is dat meer dat de, de output van de auto niet altijd juist geanalyseerd wordt? En dat ze misschien niet altijd weten waar die staat. Dat ze het zelf niet weten. Nee. Ja, kan. Ja. Mm. Uh, de sprintrace zelf dan? Vertrokken achter de safety car? Ja. Was dat terecht? Ik vond dat een rare keuze. Ik kan, kan, maar... kan dat eerst jullie laten beantwoorden. Mm. Ik, ja, ik ben natuurlijk. Absoluut geen, geen kenner op dat vlak. Ik heb er nooit zelf gereden of ik kan moeilijk inschatten wat, wat het, de weereffecten uh, zijn. Ja, <laughs> <laughs> ik kan moeilijk inschatten wat de weereffecten zijn, maar, maar um, ik heb echt al standing starts gezien waarbij het veel natter lag en, en veel trickier leek. Uh, ik denk gewoon ook wel dat ze op spa veel minder risico willen nemen als het gaat om regen, omdat daar al te veel. Lelijke, ja, dodelijke accidenten mm, ook gebeurd niet zijn. Zo lang door slecht nog. weer, niet zo lang geleden nog, helaas. Maar ik denk dat dat ook iets is dat, dat ergens wel in hun hoofd speelt of zo. Dat ze denken: van, oké, okay, nee, geen risico's, gewoon. Maar ik ook niet fout vind. Nee, 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 nee. Ik zeg ook niet dat het fout is, maar, maar uh, in het begin dacht ik wel zo van, ah, tja, achter de. Ja, oké, okay, Sava. En dat is een voordeel voor, voor, voor. Je kunt het niet mispakken in, in de start. Maar, ja. maar het lag volgens mij wel droog genoeg. Om een standing start te hebben, maar tenzij dat jij daar anders over denkt, natuurlijk. Ja, het, is, het, is, het was absoluut droog, ey, droog genoeg. Er was geen aquapanning, dat was niet het probleem. En dat kunnen we ook hebben. Oké, okay, als er aquapanning is, met alle respect, dan moet daar niemand commentaar op hebben. Tenzij de andere mensen tegen 300 in een willen in gaan zitten, dat er waarschijnlijk gaat afgaan en de muur gaat eindigen. Dus uh, zij moeten het uiteindelijk doen. Maar dat was absoluut geen probleem, want het, is, het is de spray. Hè? En die spray is. is ja, is, is gigantisch groot. Uh, met de ground-effect van de nieuwe generatie auto's nog groter. En die zuigen zich nog meer aan tot, tot, uh, tot het asfalt. En, en daarom wordt er nog meer opgegooid. Dus ik moet wel zeggen, ik dacht ook initieel: allez jongens, kom aan. Maar dan vanaf dat je sommige stukken zegt, zeker zo naar Rédeillon richting Kemmel eh, en dan richting Le Combe. Zelfs achter de 70 car, was echt wel weinig te zien. Als je niet 5 meter voor u kunt zien tegen 300, snap ik wel dat je dat risico liever niet pakt. Ik zeg wel liever niet, want iedereen zou het nemen. Hè? Allee, bedoel, het is geen beslissing van piloten vaak. Hè? Nee. Het is koersdirectie die dat doet. En ik heb absoluut de gevoeligheid van het onderwerp dat absoluut in meegespeeld. En ik begrijp dat ook. Ze moeten gewoon met een oplossing komen dat dat beter kan managen. En ze zijn daarmee bezig. Hè? Ze willen testen doen met van die mudflaps en van alles en nog wat. Het zal niet makkelijk zijn om dat op te lossen. Maar ja, het is moeilijk. Hè? In Amerika racen ze niet als het zwart regent. Um, in Europa doen we dat wel. maar begint wel meer en meer in vraag uh, gesteld te worden. Ja, want je zag ook meteen de, de gevolgen, want ze beginnen dan achter die safety car en we zijn vertrokken en iedereen gaat, bijna iedereen gaat meteen de pits in om, uh, om inters te gaan halen. Ja, er is een probleem met die regenband. Hè. Dat is al heel jaar dat de piloten dat zeggen dat die eigenlijk niet goed genoeg is en dat het verschil met de inter te klein is. En dat de inter eigenlijk heel snel, zelfs wat, wanneer er nog veel water ligt, uh, wordt het de interessentere band, de snellere band. Uh, de piloten zeggen zelfs dat is tot... een mooi woord, spelingsjes, hè? Wordt dat interessanter. En had het zelf niet door. Dat is het ergste van al. Ik heb dat wel door. Nee, <laughs> Ik kan gewoon niet zo obvious zo zelf me lachen omdat <laughs> jullie dat duidelijk niet interesseert. Uh, <laughs> 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 um, maar um, die piloten zeggen vaak: van ja, het is eigenlijk. Die, die full-wit band is eigenlijk een safety car band. Dus we de een safety car te rijden, maar gewoon naar performance kan kijken, is het er niet. Maar het heeft ons wel een goede race opgeleverd daardoor. Ja, want Verstappen die weigert om. Uh, Meteen binnen te gaan of weigert, hij doet het gewoon niet. Foutje. Die rijdt eerst onder spray. Hè? Dus die heeft de beste positie om het maximaal eruit te halen. Ja. Um, <laughs> um, Piastri niet. Die zit wel in de spray. voor hem is het absoluut beter om dan binnen te komen, hè? om dan daarna ja. vrij te zitten. Hè? We hebben dat verschil gezien. De band heeft geholpen, maar hij heeft ook de zichtbaarheid om die ronde. En die undercut te doen bij Max en uh, te doen werken. Dus goh, was het een vuil voor Red Bull, ja, ze misschien direct moeten binnengaan. Maar het is moeilijk als je eerst eruit. Want je wist natuurlijk wel meteen, als hij daarna binnen gaat en hij komt buiten, ja, hij gaat achter Piastri op sowieso. de bank komen. Sowieso. Ja, ja. ja maar maar, niet lang hè. Ja, ik <laughs> je zeggen, ik denk dat ze, dat ze bij Red Bull ook goed genoeg weten, wat, en dat Max zelf ook goed genoeg weet wat voor auto dat ze hebben. En, ik denk dat je op dat moment inderdaad aan, aan track position denkt, in eerste instantie. En, en, en dat het trickier is, want als hij binnenkomt en, en Piastri niet bij wijze was, ja, je, je weet nooit wat er gebeurt als je eerst rijdt. En je hebt het zicht, dus dat is een risico dat je in, in die situatie wel neemt, denk ik. Hè. Ja, uh, Alonso die maakt een foutje uh, op zijn verjaardag. En dan... dat zie je nooit bij Alonso zoiets. Ja, heel opvallend. Hij heeft het zelf toegegeven dat hij een fout gemaakt heeft, hè? Ja, was, dat was, was een duidelijk. fout. Het was duidelijk dat het een fout was van nee, maar... nee, hem. Gewoon dubbele linkse. Ik vind dat een van de meest interessante bochten van, van Spa. Timinggewijs, het is een dubbele bocht. Uh, waar je eigenlijk die, die curb in het midden tussen de twee stukken, eigenlijk, tussen de twee apexen, moet gebruiken om, om je snelheid te maximaliseren. Maar ja, die curbs en die witte lijnen, overal waar de verf op ligt, is gigantisch glad als het regent. Dat weet iedereen, dat weet Alonso natuurlijk ook. Dus zoals we hem kennen natuurlijk, hij probeert altijd het maximaal eruit te halen. Hij doet dat ook, hij gaat verder in. Maar we zien hem niet vaak erover gaan. Is dat de dus, leeftijd? Uh, hij is ook menselijk, hè? Ik, is, uh... ik denk eerder dat, dat dat misschien meer zegt over de staat waarin dat ze nu zijn. Ja. Wat niet meer is het tweede beste team op het moment. Allee, zelfs verder daarvan. Zeker niet, ja. En ik denk misschien dat, dat Alonso dat probeert te compenseren met talent en dat gaat gewoon niet. Ja, nee. Hij... Een keer dat je boven de 38 komt, gaat alleen maar bergaf. Hè. Dus... Zeker, eigenlijk... ja, vanaf koop, 38. En... Vanaf 38. Die een dag, ja. dat, is, dan, ja. die een dagse, dat is het kantelpunt. Ja, ja, ja dus dat voel je. Visueel gezien, hoeveel mensen echt zo. Allee, het beste is geweest. Ik ben blij al. dat je dat zegt, want ik durfde dat niet aan te halen. We kregen wel gelukkig een herstart daardoor. En ja. een geweldig inhaalmanoeuvre van, uh, van Max Verstappen voorbij, voorbij Piastri. Want het is de eerste ronde, na de, we zijn net opnieuw begonnen. En wij zo wagen daar gewoon tussen smijt, Indrukwekkend. Maar dat is, dat is, die ja. gast heeft zoveel ballen. als die, die, die rijdt met een best wel. Zes, zes, zeven ballen. Uh. Zes. Uh. Zes, zes, zes. Uh. Ik, ben, ik ben ook veel te visueel ingekomen. voor ook, dit soort problemen. Ik moet dat niet zeggen tegen mij. zo'n uh. lastig in zo'n zo smal zitje. Maar... <laughs> ja, ik vond al dat die raar is. En, enfin, <laughs> uh, in ieder geval. Uh, oh, ja, het is niet nieuw. Hè. Nee, alleen. pas op. Ik vind ook. Um, Piastri, dat is, dat is de nieuwste was, een nieuwe situatie: race leiden. Plus, hij heeft ook nog niet veel in de regen gereden in een Formule 1-auto. Dus het is een stuk vertrouwen, een stuk die Red Bull die gewoon op een stuk heel snel is. Ik bedoel, Piastri had daar denk ik nooit iets kunnen tegen doen. Maar, maar het is inderdaad ook wel skill, Allee, skill en, en durf. Uh, ik vond een onboard uh, van Max heel interessant: op, uh, richting Radio en er vlak achter zitten. En gewoon zo, just, je voelt gewoon van de zekerheid dat hij heeft. Ja. Je voelde het komen ook, hè? Ja. Je wist dat natuurlijk, en ik vind dat ook niet, allee, oh, ik vind dat niet erg in de zin voor Piastri. Ik vind dat geen fout of zo. Uh, hij, is toch, hij heeft toch maar eerst gereden, zijn eerste ronde aan de leiding van de Formule 1-race. Uh, zonder die crash van Alonso, dus zonder herstart. Uh, iemand van jullie gelooft in een uh, overwinning van Piastri in een sprintrace, kortere race? Wel in spa op Spa natuurlijk, die inhalen heel gemakkelijk is. Nee, overwinning denk ik niet. Ik denk dat Max... Allee. De, er zijn te veel factoren die zijn voordeel hadden gespeeld, ook al was er geen herstart. Die had dat wel, die had dat wel uh, ingehaald. Ja. ja, ik denk dat het beste bewijs is hoe goed Max is op Spa. Uh, is, is gewoon ja. de einduitslag van zondag. 22 seconden op uh, Sergio Perez met dezelfde wagen. Dat is hallucinant veel, toch? Ja, dat is heel erg. Okay. Zeker als je erachter start nog eens. Mm -hmm. ja. Uh, <laughs> want ja, Pia, zaterdag Piastrip 2, Gasly op 3, hebben we dat net al gezegd. Ja. Maar aan de zondag, inderdaad, wat je net zegt, Sam. Hij start als zesde. Verstappen. En dan doet hij het heel geduldig. En het is vooral de voorsprong die hij uitbouwt over Sergio Perez. En dan komen we eigenlijk ergens terug op wat we in het begin van deze aflevering hebben gezegd. Op de woorden van Lewis Hamilton. Het zou anders zijn geweest met, uh, met hem in een wagen. Dat is absoluut waar. Daar moest ik zeker aan denken toen ik, dat, toen ik hem zag. Uh, Perez gemakkelijk zag inhalen en hem stel, uh, stilletjes aan. Gewoon zag wegrijden. Ik en dat zich dat laten. Zou... Ja. Ja, ja, ik denk dat Sergio Perez zo gefocust is op um, terug tweede te worden. Allee, snap je van doel is natuurlijk altijd winnen, maar, maar het is eerst terugkomen naar nog eens tweede worden, wat al lang geleden was. Ik denk aan Monaco de laatste keer was voor hem, dus hè, dat, is, dat is al lang geleden. Dus dat is zijn focus. Dus in die zin is hij niet echt bezig met het bevechten van Max. Um, hij heeft misschien ook wel een reality check gehad, sinds uh, Miami ongeveer, denk ik. Dat, uh, hey, Helmut Marco zei dat. Hè? Van, uh, hey, ik ben blij dat Sergio Perez is eindelijk uit zijn droom ontwaakt dat hij wereldkampioen kan worden. Echt <laughs> maar, zo hard. Maar even eerlijk, als, als iemand van uw team... Zoiets tegen u zegt, dat is toch ook niet echt vertrouwengevend of zo? Dat is toch niet dat je dan wow. denkt: van ah, dat is ook niet juist. Dat nee? is niet. Menselijk of zo, hè? Ik vind dat heel. Uh, ik, vind dat ik, ik had die uitspraak nog niet gehoord eigenlijk. Ja. Maar dat, ik vind dat wel, want ik heb wel het gevoel. Mm, dat... Ik weet het niet, dat is topsport. Als, als, je, als, je, als, je, als je in een ploeg speelt. Van een met... journalist misschien, maar niet van uw, van uw teamleider. Van uw teamleider, niet nee, nee, nee in het openbaar. Ja, Achter gesloten deuren. Oké, okay, voilà, maar dat doe hij wel. Hè? Ja. Ja. En dat is man, dan man, publiekelijk belachelijk. is groot ja. ik, verschil. Ik, ik denk dat Sam de jongen er niet bij was in de kamer toen hij dat, dat nee, tegen Perez nee. zei. Dus, allez, denk ik, allez, ik weet het niet. Als iemand zoiets zegt, als je het vergelijkt, als je het vergelijkt, als je het vergelijkt met andere sporten, als, als iemand in een basketmatch samen speelt met Stephen Curry bijvoorbeeld en die zegt van ik wil 30 shots per match pakken, ja, dan zegt dat, dat in de media, gaat de coach ook zeggen: nah, Nee, dat gaan we niet doen. Je speelt in de ploeg met een gast die duidelijker beter is dan u. maar er ook mee te dus maken heeft met de uitspraken die Perez heeft gedaan. In de pers, als hij dat achter ja, ja. gesloten deuren hadden gehouden, was het misschien anders geweest. Denk ik, misschien daarom. Hè. Maar en bij Red Bull zijn ze hard. Maar er is, een, is een, wel een heel groot verschil tussen uh, een, een teamsport. Of een, allee, Formule 1 is ook deels een teamsport. Zit er wel alleen, hè? Ja, allee, dat is wat je wel ik. Je moet zelf oplossen. Hè? In een basketteam zijn er vijf altijd op een veld. En als ze dan één zegt: ik ga 30 shot. dan kun je daarop zeggen: ja, dat is niet realistisch. Want we hebben hier een die en we hebben ook nog die. Maar Iedere piloot, iedereen die is zo'n een Formule 1-wagen gestapt, droomt van wereldkampioen te worden. Dus het is, niet, het is niet onlogisch dat Perez dat ook heeft. En misschien Tuurlijk. in het begin. Zeker ja, in de beste auto zit. In de beste auto zit. In de eerste vier races heeft hij er twee gewonnen. Ja. Dus dan, dan, als je dan niet kunt uitspreken: Ik wil wereldkampioen worden. dan moet het nooit uitspreken. Ja, dus ik vind dat niet raar dat hij dat heeft gezegd. Maar ik vind het dan wel. Heftig in die gegeven situatie. Dat Helmoet Marco zelf dan tegen hem zegt: of, of tegen de pers, zegt, ik ben blij dat hem uit zijn droom ontwaakt is. Dat is eigenlijk zeggen. We hadden er van in het begin al geen, geen hoop op of niet in geloof. Dat is en, eigenlijk Helmut Marco die ook zegt. Ja, je had het eigenlijk gewoon niet moeten zeggen in het begin. En dat, dat vind is ik... nog eens treffen voor allee, ja, ja. is dat niet al genoeg gebeurd. Het is ook een beetje een tegenstrijdigheid, waardoor ik eigenlijk niet altijd geloof, uh, in de communicatie van Red Bull over Perez. Ze, doen er eigenlijk, ze gaan er eigenlijk heel zacht mee om. Veel zachter met hem dan met zijn die... Eh? Uh, door Mark Kort zijn geweest, uh, Albon en Gasly. Uh, dus ze zeggen altijd van, nee, hey, hij heeft ons vertrouwen nog en, en hij, hij rijdt bij ons volgend jaar. Dus ze blijven dat vol overtuiging zeggen, wat er geen twijfel aan is. Maar langs de andere kant heb je dan, van de twee mensen die daar precies in zitten, Horner en, en Helmut Marko, heb je dan de andere kant die dan ook publiekelijk zo hard is, Allee, en eigenlijk beledigend is. Daarom geloof ik die andere uitspraken niet. Dat is voor mij puur commercieel dat ze dat doen en Zuid-Amerika is een belangrijke markt voor dit boel. En, dat is gewoon een feit. Hm. Uh, het was even spannend voor Verstappen toen hij zijn wagen bijna verloor daar. Ja. In het nat. In uh, radio. Ja. Ja. ja, en hij zei zelf achteraf ook: ja, dat is nu wel de laatste bocht waar hij je wagen wil verliezen. Ja, ja hij zei het ook direct hè, op de team radio. Nou, was laatste car. En je zag even. En je Ik zou zeggen, paniek in zijn ogen. Het is niet dat je veel van zijn gezicht ziet. Maar je maar, maar voelde wel zo van oef. Dat is hartslag 200. Hè, ja, dus, ja. ja, tuurlijk. <laughs> bedoel. Ook gewoon omdat het niet leuk en niet fijn is, omdat je de volgende ronde moet er terug met evenveel vertrouwen als de ronde ja, ja. voor dat foutje. De, ja. Je moet dat terug doen. Dat is de moeilijkheid. Terwijl jij weet van, oei, er was toch ergens een limiet. Ik heb hier toch ergens iets gedaan om dat gedrag van die auto uit te lokken. Je gaat daar tegen 300 toren met een verbeelde auto. De muren kunnen dan niet ver genoeg staan, snap je? Je gaat sowieso iets raken en, en het is gedaan. Dus ja, dat is een plek waar niemand... Uh, Niemand uh, de auto losvult uh, ja. willen worden. Dat ja. lijkt mij het moeilijkste aan racen, is als je ergens één klein foutje maakt, dat je weet dat je tientallen ronden daarna door exact diezelfde bocht moet. En, en, en dan beseft van, ah oh ja, ik heb daar juist dat foutje ja. gemaakt, dus ik moet nu zorgen dat. En je kent natuurlijk, ja, ondertussen als pilot, je, je kent veel van de parameters die meespelen. Dus dan moet je eigenlijk heel snel gaan identificeren waar het lag. Maar die analyse kun je niet per se altijd doen. Zeker niet als je in gevecht zit. Hij zit daar toen redelijk alleen, denk ik. Maar als de spiegels vol zijn met andere auto's, dan is er niet altijd de tijd om de juiste analyse te maken. En om dan inderdaad bijna met een gokske de volgende ronde hetzelfde te gaan doen. Dat is inderdaad uh, mentaal heel moeilijk. Eén ding dat Verstappen niet heeft binnengehaald is het snelste rondje: Hamilton. Lewis Hamilton. Ik Maar niet zeggen dat dat geen kleine psychologische steek is naar, naar Max. Hè? <laughs> Wa waarom zou hij dan de. Tuurlijk, natuurlijk. punt maakt weinig uit voor mij, nee. maar <laughs> Dat gaat altijd een clash blijven, denk ik. En ik vind dat. Op, op zich Leuk, dat zorgt wel. wel voilà, tuurlijk. Dat zorgt wel nog voor, voor excitement. Want iedereen weet dat Verstappen wereldkampioen wordt dit jaar. Ja. Daar bestaat geen twijfel meer over. Nee. Maar eh, hij had de snelste ronde. Hij zei nog, hij was nog aan het grappen over de teamradio van even spitten voor nieuwe wanden. En. en uh, en dan doet Hamilton zoiets van: hé, hey, maat, het uh, is goed, ik uh, zal ik wel komen. Dus da, da, ja, dat is leuk, dat is, leuk, hè. Dat is ja. racing. We hadden het daar straks over Piastri. Ja. Alleen maar lof over hem. Hij wordt er heel snel afgereden in het begin. Wie gaat nu in de fout? Gaat hij in de fout of is het Sainz? Um, well science was er heel vocal over. Die was, was redelijk really hard voor Piastri <laughs> in de zin van, hey, ik bedoel, weet het toch allemaal dat iedereen die al geprobeerd heeft om aan de binnenkant van La Source iets te doen en daarvoor heel dicht bij de muur moet komen, dat dat fout gaat. Gebrek aan ervaring, heb ik ook gelezen. Ja, ik vond dat, ik vond dat een beetje een low blow. Um, Alleen, dat is zo heel gemakkelijk om dat daarna natuurlijk te gaan aanhalen, terwijl Piastri zichzelf door de junior ranks heeft uh, getorpedeerd eigenlijk op een heel korte korte tijd, maar oh. Ook omdat hij zo goed is. Allee, je snapt van Sorry, maar Science, jij hebt nooit dat niveau behaald in de lagere juniorcategorie dat, dat Piastri al heeft behaald. Dus ik vind dat een beetje een gemakkelijke steek. Um, het is echt super moeilijk om, om, om iemand schuldig, een schuldige aan te duiden. Want het is ook de trajectoire van, van Science dat verandert last minute. Hij gaat naar binnen met een blokkerend en wiel. Ja. Ik bedoel, Piastri Piastri's move om iets te proberen aan de binnenkant was gebaseerd op het initiële trajectoire dat Science reed, en dat was links. Dus die ruimte was er. Wanneer dat science plots naar binnen schiet, al blokkerend en naar voren schuift, verandert die eigenlijk de course of event. Ik kan niet op een taal gewoon ja. komen, maar die, ver die verandert de omstandigheden. En dan is er voor Piasti ook niet meer heel veel tijd om er iets aan te doen. Het enige wat hij heeft gedaan, hij heeft gecommitteerd aan zijn move. Hij had meer kunnen afremmen en hij had waarschijnlijk elkaar niet geraakt. Maar hij had toen voor zichzelf besloten om dat wel te doen. Dus dat is ergens een beetje misschien inderdaad wel een. Een foutje van hem, van uh, jonge geest. Van ik kan dat toch maar proberen. Maar langs de andere kant vond ik de initiële move van hem niet fout. Want onze commentatoren hier die zeiden van. We vinden het niet eerlijk dat Hamilton zaterdag straftijd krijgt. Vijf seconden straf krijgt voor zijn duel met, uh, met Sergio Perez. En de, het contact er dan even is en dat Sainz niet bestraft wordt op zondag. Ja, ik vond. Ik vond vooral de, de, de lock-up. Het feit dat het een lock-up was, toont aan dat het een gepland was. foutje was. Het was niet gepland, ja. het was een foutje. Je, je banden blokkeren, je moet, je moet zelf gaan uitzien van oké, okay, ik moet hier zorgen dat ik niet vooruit schiet, dat hmm. ik mijn bocht nog kan pakken. Dus je, je draait harder in naar binnen. En dan zit, zit Piastri daar, dus... dus had hem, want je zegt dat ja, hij heeft gekozen om toch te committen aan die move, maar is dat, niet, dat gebeurt zo snel allemaal. Is dat niet gewoon iets dat hem zelf niet had verwacht en dat hem zich aan, ja, op die manier. Ja, maar als ik de beelden van de buitenkant zag, dacht ik direct: ik vind dat science zijn eigen schuld. Maar dan als ik ja. de onboards keek, dan kun je beter lengteverschil zien tussen auto's. En dan vond ik wel, omdat ik weet ook hoe dat gaat met van uw rem komen en dan snel mee in de bocht rollen. Ik vond wel dat Piastri was daar en hij heeft toch gekozen om nog iets meer van zijn rem te komen. En nog even die snelheid mee te pakken om dat gat te kunnen benutten. Ja. Dat moest niet per se. Maar waarom, dat, waarom dat we ook, denk ik, zo kritisch zijn 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 comments bekijken, is omdat het overdreven hard is. Hij pakt geen enkele verantwoordelijkheid in, in die situatie en dat vind ik niet juist. Het nee. is eigenlijk bijna een racing incident. Ze hebben allebei iets gedaan dat niet helemaal perfect was. Dus het is wel terecht dat hij geen straf heeft gekregen in jouw ogen. Ik vind dat ze misschien of allebei niks hadden moeten hebben, of allebei iets. Ja. Maar oké, okay, nee, de race was over voor Piastri direct. Stuur in richting kapot. Versailles ook. Versailles eigenlijk ook inderdaad. Um, maar ik vind wel, even om terug te komen naar van Hamilton en Perez, Ook daar dacht ik initieel. dat is toch Peres. Allee, bedoel, die Hamilton zit er letterlijk naast. Het probleem is, je kunt die een bocht in het net ook langs buiten pakken. Dat heeft Perez gedaan, dus hij blijft op gelijke hoogte in zaak. Is eigenlijk Hamilton die onderstuurt. Die verliest een voorkant in die red tegen Perez, dus in die zin, dat vond ik wel juist. Okay, nog een paar dingen uh, voor we moeten afronden. Um, al genoeg lof voor McLaren. Lando Norris had het bij momenten heel lastig. Mm -hmm. En dan toch eindigt hij nog als zevende. Hebben jullie wel een verklaring voor dat het voor McLaren dan op zondag zoveel moeilijker was ineens? Want ja, ze waren echt een, een stijle uh, opmars bezig en ineens zijn ze dan hier en dan is het. Op zondag weer wat lastiger. Had dat niet te maken met de afstelling van de wagen. Ik, allee, ik ken er vrij weinig van op dat vlak, maar van hetgeen dat ik gelezen en gehoord heb, is dat, dat McLaren heel, heel goed is in, in droog weer. Met die, die hebben meer downforce, denk ik. Um, en, of minder downforce. Ja, minder. Ik, minder downforce. ja. En, en, en dat komt natuurlijk op een circuit als Frank -Ourchin. ja, <laughs> Pakt minder goed uit. Hè. Ja, eigenlijk hebben ze, um, allee, ze hebben een, een grotere achtervleugel gestoken. Uh, omdat ze eigenlijk onderschat hebben de uh, het succes van hun updates. In um, de tweede sector in SPA is, je hebt downforce nodig om het te doen werken. En daardoor hebben ze die grotere vleugel gestoken, uh, waardoor het natuurlijk ook trager maakte op het rechte stuk. Terwijl ze dan eigenlijk een kleinere achtervleugel kunnen steken, nog altijd hey, meer snelheid creëren op het rechte stuk. En door de updates die ze hadden gedaan, automatisch meer downforce hebben gehad. En daar hebben ze een iets foute inschatting gemaakt. En eigenlijk, Norris had de pech... Om die extra downforce in sector 2, waardoor je sneller kunt rijden door die bochten, hij kon die eigenlijk niet benutten, want hij zit in een treintje. En als ja. je achter andere auto's rijdt, dan gaat dat niet. Um, dus vanaf dat hij eigenlijk in clean air was, alleen kon hij wel die pace rijden. En daarom is hij uiteindelijk nog goed geëindigd. Maar oh, er was een beetje pech mee op de foute plek te zitten. Maar Pech, Piastri had die pech niet. Hè? Ik bedoel, die mm -hmm. heeft aan het begin van het weekend zijn eigen zo geplaatst dat hij die, dat die er geen last van ging hebben. Dus ja. zo'n verschot is die twee. Twee, dingen, twee namen die ik wil aanhalen die goede dingen hebben laten zien. Jukitsenora. Heel goed. Heel goede dingen laten zien. My, ja. Het talent wat we allemaal wist, wisten dat ergens was. Wordt meer betrouwbaar. Ja, in een minder goede wagen ook. Hè? Zeker dit jaar. Ik ja. denk, denk, denk wel dat ze stappen pakken, maar ik ja. denk wel, allee, denk dat, er, is, er is geen echt geluk mee gemoeid, denk ik. Het is echt pure performance. En hij groeit. En ik vind het knap. Hij groeit eigenlijk harder onder druk van Ricciardo daarnaast dan het idee met de Vries. Uh, of Gasly. Dus ja, dat betekent toch wel iets dat je dat, je dat toch aan kunt. Dat niveau. Mm. En Alpine, oké, okay, uh, nieuw management daar, maar uh, man ook om. Ik vind dat hij ook goede dingen heeft laten zien. Die uh, passeerbeweging bij Tsunoda was indrukwekkend. Ja, precies. Ja, dat was heel knap, oh. Buitenkant en gewoon. <laughs> Allee, ik, vind, ik, ben, ik ben niet per se zo fan van de persoonlijkheid op of, zich of, of zo. Die doen niks fout, maar die doet mij ook niet veel, die mens. Um, hij is natuurlijk niet zijn schuld dat hij een Fransman is, maar goed. Okay. Uh, <laughs> maar, um, maar het is wel een uitstekende piloot. En verdient waarschijnlijk beter dan bij dat team te zitten, denk ik. Eigenlijk laat heel vaak, ik denk dat de execution ook bij hem heel vaak juist is, zelden, zelden met fouten. Okay. Uh, over vier weken zijn we terug, het is zomerbreak. Even pauze, ik denk dat de, de rijders er wel nood aan hebben. Uh, Sam, we hebben nog een dikke minuut, dus nog eens proficiat, want je hebt op een podium gestaan. Er staat hier een, een mooie ja. trofee, derde plek. Dank u. Niet slecht. Nee, niet komt slecht. Er? Nog niet helemaal. Ik denk dat uh, het was op Nürburgring, uh, ook een weekend. Eigenlijk zoals, het weer was zoals op Spa. Heel veel regen, kwalificatie in full wit, uh, Je de World Challenge met de U Racing, dus die Audi is voor mij nog, nog altijd redelijk nieuw. Um, maar ik krijg er wel meer vertrouwen in en... Mijn doel is eigenlijk gewoon beter worden in die auto en we hebben gelukkig, we rijden met drie auto's, waarvan één de pro-auto is, een fabriekspilote van Audi. En Frederik Vervisch erop. En leuk is dat ik mij kan baseren op die data en ook snel kan groeien. Uh, mijn doel in een weekend is, is, is het, het goed doen als team met onze drie piloten, maar mijn eigen potentieel kunnen benutten. Ik ben eigenlijk enkel ontevreden wanneer dat niet het geval is en ik heb gewoon heel hard gewerkt door in het weekend de juiste focus gehad, mijn eigen gepusht in mijn stint, Elke stint is een uur. Uh, om elke ronde erop te zitten. En, en, uh, en, en dat was zo. Dus, uh, dat is nog niet goed genoeg, maar het is wel binnen mijn capaciteit op dit moment het maximale. En ik denk, als we, ik denk dat, we, dat we als trio nog iets beter moeten doen. minuten van mij is ook gespind uh, in zijn laatste stint, dus 16 seconden verloren. En dan kunnen we niet meer echt meespelen. Maar ik denk ook dat we een klein beetje snelheid nog missen. Uh, zeker op Nuremberg ging met de Audi, Er is ook verschil ten opzichte van de Lamborghini die gewonnen had. Uh, dus ja, We zijn nu van de eerste plaats naar het tweede gezet in het kampioenschap met vijf punten en nog één race te gaan in Barcelona uh, eind september. Dus alles kan nog. Uh, maar ja, ik wil nu toch wel heel graag kampioen worden. Eigenlijk. Uh, Jarno, uh, waar gaan de mensen jou nog kunnen zien de komende weken? Uh, waar sta je nog? Het publiek te entertainen. Uh, tien op te zien zijn we nu aan het doen. Dus uh, dat is nu volgende week. 7, 8, 9 augustus uh, in Westende. En uh, ja, we nemen James the Musical op deze zomer. Uh, het zijn veel tv-opnames nu terug. We doen ook de finale van The Voice. Ik ga naar Pukkelpop. maar... Mijn niet bellen. Het uh, is, uh, is niet om te werken. Dus, uh, maar daar kunnen wij zien. Ik kan u bellen. Uh, ja. Probeer maar. Ik, ik ben daar ook. Maar, dus, voilà. Is het waar? Ah, voilà. Voilà, dus we zullen elkaar okay. sowieso zien. Ja, ah, ja. we hebben niet ja. het uh, Is te er weinig. Er een ticket kopen, hè, Sam. Oh ja, ik heb het wel, wel Jarno, merci <laughs> om af te komen naar hier. So, bedankt. Bedankt om erbij te zijn. Yes. Uh, vier weken is er geen Formule 1. Maar dan zijn we terug. Dan is het de grote prijs van Nederland. Dan gaat er in Zandvoort gereden worden. En uh, dus zijn wij er ook opnieuw met een nieuwe aflevering van de Perrock. Heel graag tot dan. Salut. e aí